Koprelaties zijn razend populair. De krantenkoppen vliegen je om de oren. Van de Volkskrant, het Parool, de Groene Amsterdammer. Volgens hen is het dé relatievorm van de toekomst. Het lijkt zeg maar bijna alsof elke jup in de Randstad een open relatie heeft of wil. Maar is dat eigenlijk wel zo? Daarom gaan we vandaag op onderzoek uit in het Walhalla van de open relaties. Amsterdam. Sorry, mag ik u wat vragen? Ja hoor. Oh. Heeft u toevallig een open relatie? Nee, ik heb wel een latrelatie. Een latrelatie, ja. Lange afstand. Ja, lange afstandrelatie heb ik. Nee, ik heb wel een normale relatie. Oké, okay, een monogame relatie. Ja. Ja. Nee, die heb ik niet. Nee. Nee? Nee, geen relatie. En waarom heb je geen open relatie? Ik denk altijd zelf, persoonlijk ben ik er iets te jaloers voor, denk ik. Wat ik zoek in een relatie, dat dat gebaseerd is op vertrouwen. En ook dat ik echt weet dat we echt met elkaar het leven doorgaan. Nou, stel je voor dat ze allemaal tegelijkertijd, weet je, jij vindt het allemaal hartstikke leuk, maar tegelijkertijd zijn ze allemaal ongesteld. Ik heb ze nog niet gevonden hoor, die mensen met de open relaties. Open relaties, iemand? Iemand. Meneer, mag ik u wat vragen? Jawel. Heeft u toevallig een open relatie? Ik heb wel een open relatie, ja. Ja, echt? Ja. En waarom? Waarom? Omdat ik er open voor sta. Ja. Ziet u het veel om u heen ook, open relaties in Amsterdam? Heel veel. Ja? Heel veel, ja. Ja. Nee, eigenlijk merk ik dat heel weinig. Ja, tenminste in mijn omgeving echt niet heel veel. In Amsterdam wel, ja. Een beetje. Ja, dat merk je wel, ja. Het liefst hebben ze er allemaal... Net zoals Harry er 100. Ja, we zijn er. Om het zo maar te zeggen. Vindt u het goed gegeven dat meer mensen daar open voor staan? Dat weet ik niet. Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat het voor de sociale structuur veel beter is als de mensen dicht bij elkaar blijven. En zich heel netjes houden aan vaste structuren. Dat je een relatie samen is soms al best wel zoeken en hè, elkaar dienen. Dus als er dan een derde persoon bij komt, dan zit je met een drie en ik denk ja... Dus kijk, het is leuk voor de jeugd, maar op een gegeven moment wil je toch ook wel gewoon met vastigheid. Denk jij dat de open relatie de relatievorm van de toekomst zou kunnen zijn? Niet per se de relatie van de toekomst, maar ik denk dat het wel meer aansprakelijk gaat worden. Ja, met de jeugd van tegenwoordig zou ik zeggen ja. Nee. Nee? Nee. Nee, als we het erover denken prima, maar nee. Ik zou me niks... verbaasd als er de een of andere, weet je, monogame relatie verandert in polygame, huppakee, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vrouwen. Echt, ik wens je veel geluk. Wat is volgens u de kracht van zo'n open relatie? Nou, herwonnen leven. Zeg maar leven waarvan je denkt dat het al uitgeblust is, dat plotseling nog weer tot leven komt. En dat, in mijn geval is dat een prettig gevoel. Het was een lange zoektocht, maar we hebben iemand gevonden met een open relatie. Al denk ik dat monogamie nog lang niet uit de mode is.